Hi, welkom bij deze zondagvideo als het goed is. Vandaag ga ik laten zien hoe ik mijn koffie voorbereid, maar dan op de extreme manier. Want je kan natuurlijk ook gewoon even iets doorlezen. Nou zeg ik kijk mijn proef een paar keer na, ik spreek het een beetje in en dan is het klaar. Nee, dat doe ik niet. Wat doe ik? Zondag heb ik een F5 proefje. En ik dacht, gelijk handig, ga ik een video maken. Ik begin met het opzoeken van het protocol. Typ ik in. Dit is FNRS. En dan F5. Versie B. Dan ben ik één onderdeel vergeten om klaar te zetten. Ik ben zo terug. Maar ik blijf wel. Mijn telefoon. Daarop heb ik mijn KMS app gedownload. En daarmee kan ik mijn pressuurproef oefenen. Ga ik naar. Oh, niet meer. Ga ik naar proeven. Oh jee. Dan. Nou ja, er staat in ieder geval boven staat de F-proeven en daaronder staat individuele proeven. Dan heb ik hier al twee een hartje bij gezet. En dat is de F. Oké, dan ben ik nu bij de F5. Dan kan je klikken op de proef. Dan krijg je heel het protocol, maar die heb ik al voor me. Dan bekijk video, dus dan is er een video. Bekijk protocol en dat is gewoon het protocol. En dan heb je hetzelfde protocol als ik op mijn laptop heb. Oké. En ook nog tips van de pro, die ga ik ook nog even doornemen. Dan audio. Ik spreek altijd zelf mijn proef in, want dat vind ik fijn. Dan kan ik even kijken hoe het is. Dus ik ga maar beginnen. Wacht, nee, ik heb nog steeds niet alles uitgelegd. Dit was over de telefoon en over de laptop. Dan heb ik hier nog een boek. Hier helemaal achterin zat even mijn proefboekje, maar die ligt in de auto, want anders kan ik hem niet voorlezen. Dus hier staan allemaal dingen in. Paard ga je met plezier. Hier paard ga je met plezier. Er zit hier eerst een stuk over het voorwoord. Net zoals je met een werkstuk een voorwoord hebt, is dat het voorwoord. Dan heb je hier bij hoofdstuk 1, daar staat voor iedereen. Rijtechniek, dressuur F1 en F2. Voltige techniek FO1 en FO2. En dan western is er voor iedereen. Dan F3 en F4. En dan heb ik hier 5 en 6. Dus gaan we naar bladzijde 122. Als het goed is, heb ik daar een papiertje bij gedaan. Ook handig. 1, 2, 3. Kijk, en weet je wat ik ook heel leuk vind? 1 bladzijde terug. Kan je dit zien? Dan zie je hier een gelaarst, wit been, half wit been, wit voet, sok, sokje, witte kroonrand en witte bal. En het zijn allemaal dingen. Dus dit is bijvoorbeeld een paard bij ons op stal. Dan heb je Bella, die is een soort van mengsel. Nou, ze is eigenlijk deze. Maar dan heeft ze iets meer dit. Iets meer bruin aan de zijkant. En ja, deze die vind ik toch wel het mooist. Maar we gaan rijtechniek. Dan heb je hier, net zoals bij tips van de pro, maar dan kan je deze lezen en dan wordt je uitgelegd. Bijvoorbeeld slangenvolten, vanaf kan door een S. Want ook doorzetten bij, want voordat je in galop gaat, vinden ze het fijn als je even gaat doorzitten. Dus dan ga je op de halve volte en dan moet je voor een arbeidsgalop rechts of links aanspringen. Eén van die twee. Dan heb je rijden van overgangen, tempowisselingen en verruimen. Verruimen lukt bij wel best goed. Alleen af en toe is de uitvoering daarvan iets minder. Teugels langer laten worden en verkorten in draf. Dus langer en oppakken. En wat wordt van je verwacht in de F5 en in de F6. Ik hou deze nu open. Wat ik ook altijd doe. Ja, ik doe heel veel dingen. Nou, mijn telefoon is inmiddels uitgevallen. Snap ik ook wel.
ik praat veel te lang. Dan heb ik hier mijn map. En in deze map, ik heb tot nu mijn huiswerkmap gepakt. Ik heb mijn huiswerkmap gepakt. Ik moet heel eventjes mijn andere map pakken. Ik pak de map open. Heb ik hier allemaal proeven zitten. Ik heb hier proeven van mij zitten en proeven van mijn moeder. Dan ga ik op zoek naar de F-proefjes. Ja. Oké, dan pak ik ze er even allemaal uit. Kijk. Tada! Dit is mijn oude proef. Een tijdje geleden. En voor de zekerheid pak ik ook mijn oude versie B. Want die proef ga ik nu rijden. Heb ik hier dus mijn twee laatste proeven. En die kijk ik ook altijd nog even door. En ik doe beneden ook altijd nog. Maar dat laat ik zo zien. Wat ik dan doe. Pak mijn telefoon. Dan ga ik naar audio. Spreek deze proef in. Ik heb het al best vaak gedaan. Want 3 weken geleden zouden we eigenlijk proefje hebben. Maar dat is helaas er niet van gekomen. Maar dat maakt niet uit. Het is er. Dus dan zet ik hem op play. Hieronder staat ook VB. Dat betekent verkeerde been. Dan VG, verkeerde galop. En dan TDH, dat betekent tegenstand in. En dan HH, dat betekent halhouden. En nu gaan we echt beginnen. Oké. AX, binnenkomen in arbeidsdraf. Dus X en G, halt houden. En groeten. Zo ben ik weer. Zo. Dan moet ik een titel aangeven en dan zeg ik video F5. Ja, dan gaan we naar tip van de pro. Sluiten we denk ik. Nou, deze houden we nog even bij. En dan beginnen we bij het eerste stuk. Dus van 1 tot en met nummer 16. Laten we het zo zeggen, want nummer 17 kan ik niet heel goed zien. Dan beginnen we met licht draaien. Dan kan ik een filmpje aanklikken. Wacht, wat nou als ik gewoon... Ja, ik ga heel slim zijn. En die aanzetten. Oeh, 3, 2, 1. Waarschijnlijk komen jullie nu hier ergens in beeld te zien, hoop ik. Oké, tip van de pro. We gaan even de video aanklikken. Dan gaan we even video kijken. Vanaf de F3. Van je pony te kijken. Als die naar voren gaat, moet jij gaan staan. Je wisselt van been door 2 keer in het zadel te blijven zitten. Dit doe je bij elke overgang en bij elk figuur waarbij je van hand verandert. Zorg dat als je van hand verandert, je 3 meter voor de nieuwe letter van been wisselt. Zo. Dit is dus de tip van de pro. Met licht draaien. Dan gaan we nu naar teugels. Langer laten worden. En zo lopen we ze even allemaal door. Dan gaan we naar bekijk de video. Oh, ja. In de F5 versie B moet je licht rijden tenzij doorzitten wordt gevraagd. Je gaat tussen X en G halt houden en groeten. Neem hiervoor rustig de tijd en rijd de overgang door de stap naar het halt houden. Hebben we deze gehad? Dan komt het dan deze. Ik ga deze even met jullie bespreken. Dan beginnen we met versie B, dus 2 keer geleden. Oké, halt houden en groeten. Ik zeg steeds waar iets bij staat. Halt houden en groeten. Stapt weg. Dat klopt. Ik heb het wel, ben ik best veel aan het oefenen. Alleen, het gaat af en toe nog niet helemaal volgens wens. Dan teugels op maat maken, zodat ik op het verkeerde been, eigen fout voor mij, nou ja. Dan half grote volte doorzetten en anders klop rechts aanspringen. Bij mij gaat het nu steeds beter met Bel. Ze springt steeds vaker in de goede galop aan, rechts. Ik denk dat ze dat nu ook al heel goed kan. Dan slangvolte met 3 bogen, beter recht uitrijden. Half grote volte doorzetten. Ja, tot 1 rijden. Ik was iets te snel.
Oké, grote volte, niet rond, valt in draf. Klopt, bel die vindt galop als moe is niet leuk meer. En niet rond, mijn voltes waren op dat moment niet echt, dat je zegt goed. Oké, dan half grote volte links, dat komt het verkeerde been. Haar, nee, maakt niet uit. Oké, gebroken lijn, ik heb een vijf. Die was te klein. Volgens mij wou ik toen ook iets te snel. En dan voorwaarts. Oh nee, halt houden en groeten. Z2, dat is stapt weg. Dat klopt. Eigenlijk, dit commentaar vind ik... Eigenlijk vind ik het niet zo erg. Want al dit commentaar is gewoon waar. Ik weet dat ze dat doet. En ik probeer er ook aan te werken. En ik ben gewoon blij mee dat ze het goed hebben. Leg ik die weer even opzij. En ga ik mijn boek lezen. Je wisselt van been op de AC-lijn. Oké, ik heb het boek gelezen. Nou, niet heel het boek, want dan was ik echt wel heel lang bezig. Maar ik heb dus dit stuk gelezen hier. Dit is dus de slangenvolte. Wij hebben geluk, want wij hebben precies hier. Oh nee, hier. Hier zit gewoon de B. En hier hebben we witte stippen zitten. Of witte stukjes, waardoor ik precies weet hoe ik om moet gaan. En precies hetzelfde als met een S van de hand veranderen. Ik weet nou niet of we dat nu ook moeten doen. Maar ja. Ik heb er veel van geleerd. Nu is de tijd aangebroken. Ik heb een tijdje geleden heb ik een proefje ingesproken op mijn telefoon. Daarmee ging ik zelf een proefje oefenen. Zo denk ik, wat? Zelf een proefje oefenen? Hoe dan? Nou, dat zien jullie zo. Ik zie jullie zo weer. Jongens, zo een technisch probleempje. En de hand ligt in de bak. Weet je wat? Ik spring er wel gewoon overheen. Dan kan ze blijven liggen. Oh, misschien ga ik nog wel 10 pogingen krijgen omdat Alice in de weg ligt. Maar ja, we gaan het gewoon proberen. AXA, we komen in armen strand. Dus ik zeg nee, goed. Voor mij is in armen strand. Dus ik AXA, gebroken lijn. AXA, man, daarmee het slag laat worden. Het is gelukt! Yes! Leuk dat je hebt gekeken naar deze video van mij. Ik vond het hartstikke leuk om weer een keer een video op te nemen. Ik heb hierdoor ook heel goed zelf mijn proefje kunnen oefenen. Want ik moest steeds maar weer herhalen en herhalen. En ja, het was best fijn. Als jullie nog tips hebben, laat het dan hieronder in de comments weten. Of je nog een tip voor mij hebt om je proefje te kunnen oefenen. Want ik weet dat je het ook gewoon op je pony zelf kan oefenen. Maar zo is het als je niet op je pony zelf kan oefenen. Als je op een meneesles zit. Als je bij een meneesles zit. Als je een eigen pony hebt. Zo, als je geen eigen pony hebt. Dan kan je het natuurlijk niet heel goed zelf oefenen. Dan kan je het één keer de les oefenen. Maar dat was het. Dus daarom deze tips om te kunnen oefenen. Heel erg leuk dat je hebt gekeken naar deze video. Ik vond het heel leuk om te maken. Ik hoop dat jullie het ook heel leuk vonden om er naar te kijken. Dan zie ik jullie zaterdag weer. Doeg! Oh, doe een duimpje omhoog. Abonneer op ons kanaal. En als je toch bezig bent, klik dan gelijk op het belletje. Mijn belletje heel fijn. Doei!